in mijn functie als ambassadeur vaak bij begrafenissen geweest ben en crematie, dan word je er vaak mee geconfronteerd hoe mensen dus helemaal gek met Feyenoord zijn en dankbaar zijn dat je daar als ambassadeur bij bent. En het is gewoon uniek dat dit ontstaan is. Ik vind het knap, ik vind het mooi. Het ziet er geweldig uit, prachtige monumenten. Ik ben er trots op dat dit gebeurd is. Iedereen gaat een keer dood, u natuurlijk ook. Zou u dan zelf ook willen begraven worden onder Feyenoordgras? Nou, zover heb ik nog niet. Ik denk niet zo ver vooruit. Maar de mogelijkheid is er dus. Maar ik laat dit aan mijn echtgenoot over, want om daarover te beslissen wat zij wil. Maar het is wel een goed idee natuurlijk om te zeggen, afscheid nemen van de maatschappij, van onze wereld en van onze voetbalwereld. Het is wel geweldig dat dit de mogelijkheid is hier. In het Feyenoordvak is er voor maximaal 93 Feyenoordfans plek onder het heilige gras. Maar supporters kunnen er ook voor kiezen om hun as uit te laten strooien over een speciaal stuk gras in de vorm van de Kuip. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Hij is vandaag geopend, dus er is heel veel vraag naar. In die zin van, bestaat die mogelijkheid? Maar er zijn al mensen die een asbus of een urn hebben met een dierbare en die zich al aangemeld hebben om op deze plek uitgestrooid te worden. Dus er is al behoorlijk wat animo voor.